Ik denk echt dat er doden zullen vallen, om het plat te zeggen. Ja. Ja. Als je hier de acute zorg sluit, denk ik niet dat het goed is. Nee. En dus scoren de medisch specialisten van de Sionsberg om bij een actievergadering van een manifestatie no sneuren in Dokkum. Een part van de bevolking van de streek, politiek en personeel van het ziekenhuis, willen ze volle mogelijk handtekeningen samelen in de vannomen sluiting van een tal afdelings. We hebben dus een petitie opgesteld waarin mensen kunnen zeggen dat ze de actie steunen en dat ze de 24-uurzorg en de verloskunde open willen houden. En de petitie die ligt in het ziekenhuis, op de polyklinieken, op de afdelingen. En verder hebben we hem ook verspreid in de winkels, bij de horeca. Dus mensen kunnen overal hun handtekening zetten en ze kunnen ook tekenen via de website www.reddesielsberg.com. En op die manier kun je ook je steun uit aan de actie. In de rin van de dij streamen er al honderden reacties binnen. Bij een protestkuier door de stad willen de actievierders de petitie aanbieden onder Friesland. Dat zo'n 80% van de patiënten in Dokkum verzekerd is. Speerpunt van de actie is het openhouden van de 24 uur eerste help. De ziekenhuisdirectie wil die sluiten omdat het net rendabel is. Omdat er te min mensen komen. Maar dat zijn wel 10 of 20 mensen, inclusief een paar baby's. Laten we dat goed bedenken. Als wij samenwerken met andere ziekenhuizen, dan kun je best hier dingen veranderen. Maar als wij zoals nu nog zelfstandig zijn en je knipt er dan van alles af, dan gaat de rest ook dood. Hoe druk zou het zaterdag worden? Nou, ik hoop natuurlijk dat het enorm druk wordt. Je weet het nooit. Het heeft misschien met het weer te maken, maar ik denk dat het heel druk wordt. Dan valt de actie te prijzen, maar zo wat doet Helly? Ja. De bevolking is boos. Dit is hun ziekenhuis. Het is niet mijn ziekenhuis, het is niet van Krappel, het is niet van Diana. Het is van de mensen uit onze regio.